zoekt een thuis. Want wie kan er zonder? Zo gewoon en toch bijzonder, dat is thuis. Waar er iemand op je wacht, voor goede en slechte dagen, die antwoord geeft op je vragen. Thuis. Al die dromen die ons niet redden, lijken in de weg te staan. In de weg te staan. Heeft hem zijn eigen moed ingedronken. Is het misschien vast in de file of dat berichtje is niet doorgekomen? Kan ook, hè. Ik zal nog eens proberen, hè. Ik ga hem zoeken. Ja, maar Jenny, het is 6:30 en je had om 6:30 afgesproken. Er is iets gebeurd. Ja, maar dat weet je toch niet? Ik weet dat wel. Ik voel dat. Ik ga hem zoeken. Ja, en waar gaat hij dan zoeken? Ja, dat zullen we wel zien. We beginnen in de praktijk, dat lijkt me logisch. Allee, ze biedt komt hier neer binnenvallen, wat moet ik dan zeggen? Hij heeft stomme dingen gedaan, Werner. Ik voel dat. En dat is mijn schuld. Als ik deze morgen niet mee was gaan praten, dan had hem dat niet gedaan. Dan had hem wat niet gedaan? Ik zal alleen gaan. Nee, ik ga mee. Wat is er eigenlijk gebeurd? Jongens. Ik voel me niet goed. Jongen. Dag. Is dat nu alles wat jij kon bedenken, Mo? Nu had ik toch gehoopt dat jij voor mij zo eens een speciaal restaurant had uitgezocht. Maar het is het enige dat ik ken in de buurt. Maar het is hier niet te duur en echt heerlijk. Hé, hey, Werner. Hey, en of dat dit lekker is? Ja, ik had juist iets klaargemaakt. Het was niet voor de klanten bedoeld, maar er is iets tussen gekomen. Jenny moest naar Dree om... En wat heb je klaargemaakt? Ja, het was voor Valerie en mij, maar als je van plan bent om er een romantische avond van te maken, ja, maar nee, dan kun je het hebben. Nou, goed, chef. Geef ons dat dan maar. Oké, is goed. Allee. Je zal niet gaan, zeker, hè? Och, jongens. 78 exemplaren Louis XIV van mij. Helemaal van mij. Het is in de pocket. Ja, maar pas op, hè. Ik heb er toch ook een beetje aan geholpen, hè? Ja, geef toe. Jij hebt iemand overtuigd om ze mij te verkopen. Dat is waarom. Ah, fantastisch. Maar kijk nu. Je kan niet eens meer op zijn benen staan. Hé, maar wacht. Dat is Dree. Dree? Ah, Jean-Pierre, jongen, ben ik blij dat ik u zie. Dat wil je misschien niet geloven, hè, maar ik ben verdomd blij dat ik u zie. Dree, wat is er gebeurd? Dat ik het niet weet. Ik denk... Pardaf, ik ben gevallen. Ik weet niet hoe het komt. Een blackout, waarschijnlijk. Ik heb gedronken, hè. Nee. Jenny, hij was onrustig, zeker, hè? Maar zo ken ik u. Je bent altijd veel te vlug onrust. Ja, maar wat is er gebeurd? Ik ben gevallen. Je kunt je voorstellen op de trappen die ik elke dag doe. Dat is stom, hè? Och, Jenny. Laat het eens maken, hè. Dank u. Dat is de eerste keer dat ik patrijs ga eten. Ik ook. En het is echt niet slecht. En helemaal niet duur. Maar toch had ik van u iets specialer verwacht. En wel, dan is het dan voor de volgende keer. De Beloofd. Volgende keer, wat? Nu dat we hier zijn gaan eten.
zal er nog wel iets overblijven van die 5000 frank. Dus hebben we eigenlijk twee keer plezier van. Twee keer? Wat zei je nog allemaal van plan? Nee. En alles naar wens? Mm-hmm. Ja, ja, chef. Ja? Uitstekend. Ja, de combinatie van de courgette met de paprika. En daar dat champignons was bij. Mm. Ik zou er zelf niet zijn opgekomen. Maar het is heel geslaagd. Ja. Echt waar. Echt waar. Ja, maar dat is lustig wat ik doe, een keer zoiets uitproberen. Ja, ik heb hier niet altijd tijd voor. Ja, de geheim van de vulling, dat moet je maar toch eens verklappen. Hè. Oh, maar dat zal niet gaan, hè. Dan zullen we een keer moeten terugkomen. Hè? Ah, dat hangt van de rekening af. Maar je vindt het toch lekker? Ja. Hm? De mooie van een of andere klant een vette fooi gekregen. En totdat die op is, komen we terug, hè, Werner? Nou, wel, ik zal het niet te duur maken, hè. Dan kun je eens meer komen. Hè? Ja. Ja. Mm-hmm. Zeg, Mo. Simon. Hé, hey, dat klinkt goed. Mo en Simon. Simon en Mo. Hè? Klinkt goed, hè? Nu moet je mij toch eens vertellen welke klant er zo nozel geweest is om je 5000 frank te geven, hè? Welke klant? Zie je het wel? Ik wist dat er iets meer achter zat, hè? Ja, Dreen, ik knipper. Ik knipper niet, sorry hoor. Dat is het water van een washandje dat in mijn ogen loopt, sorry. Is het beter zo? Ja. Nou, zo is het beter. Heb je hoofdpijn? Verschrikkelijk. Is niet moeilijk zeker na zo'n val. Een hersenschudding zeker? Misschien. Maar dat ga je zelf veel beter weten. Maar hoe zou ik dat nu beter weten? Kom aan. Ja, dat is een bloeduitstorting. Morgen is dat mooi blauw. Ja, ja, dat krijgt alle kleuren van de regenboog. Dank u wel. Zeg, hoe zijt je eigenlijk gevallen, Dree? Dat ik het niet weet. Ik ben bijgekomen op de trappen. Dat weet ik. Maar hoe ik daar terechtgekomen ben, dat weet ik niet. Uitgegleden zeker? Ze hadden toch ijzer voorspeld? Het zou toch kunnen dat ik uitgegleden ben? Nou, sorry hoor, maar iets anders kan ik niet verzinnen. Uitgegleden? Ja. Op trappen die je al bijna 2 jaar kent? Ja. 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 Had je gedronken? Nee. Daarbuiten was je er anders niet zo zeker van. Ik heb niet gedronken. Ik ben alleen maar gevallen. Maar je weet niet hoe. Nee. Je valt toch niet zomaar? Allee, kom aan, André, hoeveel had je gedronken? Ik heb helemaal niks gedronken. En daar ben ik 100% zeker van. Jenny, jij gelooft mij toch, hè? Ja, maar Felicien, als je niet kunt komen, dan kun je niet komen, hè. Ja. Ja. Ja, maar trek ik mijn plan wel. Ja, dat is goed. Ja, dag Felicien. Ja, dat was heel lekker. Dat moeten we inderdaad meer doen. Hier komen eten. Mm-hmm. En ga je mij dat dan misschien vertellen, de volgende keer? Vertellen? Ja, waar dacht je die 5000 frank vandaan haalt? Je denkt toch niet dat ik de firma aan het bedriegen ben? Hè? Dat doe ik niet. Zijn we zeker? Mm-hmm. Je zou niet de eerste zijn, hè, Mo, die er zo het een en ander in het zwart bij doet, zonder dat Luc en Leontien dat weten. Niet meer. Vroeger, dat geef ik toe. Maar nu ik bij Verkamme werk, heb ik dat niet meer nodig. Verkamme betaalt me heel goed. Maar toch niet goed genoeg? Want waarom neemt anders die 5000 frank aan? Ja, als die mij niet 5000 frank wil geven, dan ga ik daar toch geen nee tegen zeggen. Nee. Maar langs de andere kant. Ik dacht dat dat bij jullie de gewoonte is zo, dat je al je geld naar je familie stuurt. Dat is ook zo. Maar met dit geld wilde ik u mee uitnemen. Nou, waarom? Nou, waarom niet? Ik vind dat toch verdacht, hè, Mo. Ik heb daar vroeger nooit iets van gemerkt dat jij mij een toffe vindt. Dat komt omdat jij toen bij Frank waart. Of omdat Rudy achter u aan zat. Ah. Mm-hmm. Ah, dus nu dat ik alleen ben. Misschien. Moken, nu moet jij eens goed naar mij luisteren, hè. Mm-hmm. Ik vind u een toffe, ze echt waar, een hele toffe. Maar ook niet meer dan dat, hè. Oké. Als niemand mij gelooft, dan... Kom. Dree, jij moet eerst uw roes uitslapen. Ik moet helemaal niks uitslapen. Ik heb niks gedronken. Geroken? Hè?
Kom aan, hè. Vodka kun je zelfs niet rieken. Dag, kom aan. Dree, ik begrijp het wel. Ik keur het niet goed, hè. Maar gezien de spanningen van de laatste tijd, nee, ik begrijp het wel. Hij begrijpt helemaal niks, gij. Hij zei veel te stom, gij, om er ook maar iets van te begrijpen. Dree. Hij houdt er al de hele tijd voor de zot. Nou, probeert je nu eigen frustraties op mij af te reageren? Dat is een beetje simpel, hè. Maar al wat ik vraag, hè, dat is dat men mij gelooft. Allee, waarom geloof je mij nu niet? Ik geloof u, Dree. Allee, kunnen we nu eindelijk over iets anders klappen? Maar oe, al dat gezever over die onnozele Frederik en dat serieus gedoe over ons Sabine, zeg. Kan dat precies niet schelen? Jawel, dat kan mij wel schelen. Maar al die psychologische zever, hè, dat komt er langs mijn oren uit. Wie heeft wat gedaan en waarom? En welk effect dat op de andere en waarom? En hoe voelen we ons erbij? Jezus Christus, zeg. Dat kind heeft even in de kelder gezeten, hè? Big deal. Klap er even mee, hè? Die komt er wel door. Ja, maar voor Sabine is dat wel iets anders, hè, Christophe? Die is er ziek van geworden. Ja, ik word er ook ziek van. Maar Christophe, enfin. Eva, hè, voor mij had alles mogen blijven gelijk als vroeger was. Ah, dat weten we, ja, dat jij daar zo over denkt. Ja, ja. Door hier met een smoel tot op de grond te zitten en te zeggen hoe werkt dat alles wel is, gaat er ook niks veranderen, hè? Nee, weet wie dat er hier veranderd is? Ja. Van een halve crimineel tot een oude zagen vinden. En hoe zou dat komen, denk je, hè? Mag ik eens raden? Ons ma? Juist, ja. Van de eerste keer juist. De manier dat hij hier alles in de war komt sturen, hè, dat staat mij niet aan. Dat mensen eigenlijk beter blijven zitten waar ze zat. Ik denk dat het allemaal een beetje te complex is voor u. Ik heb de dingen graag simpel, ja. Simpel en duidelijk. Is dat niet zo erg, hè? Dan weet je tenminste wat je aan toe bent. Dat is dat dan van mij, hè? Oh, dat is ook een schoon compliment. Maar gaat het nu op onze pa uitwerken? Eva, vroeger, voor al die miserie hier begonnen, hè, dan was het ook altijd van onze pa dit en onze pa dat en onze pa is een oude zagenvind. Tegenwoordig kan hem niks meer fout doen. Nou, nee, dat was vroeger ook al. Och, als er hier iemand veranderd is, hè, dan zit de golven. Dat ga ik wel gaan. Ze mogen hier slecht nipsies over, Sabine. Dan zouden ze bellen, hè, pa. Niet aanbellen. Ja, Christophe Columbus. Wat ga je doen? Jongen, zwijg. Je gaat uw oren niet geloven, hè. Ik zal eens iets vertellen, zo. Wacht, laat me graaien. Lemoe en Yves Lief. Lemoe, ja, zot. Nee, zijn jij nog geïnteresseerd in dat booreiland daar? In het zoutwater aan de zee. Van mij, hè? Als je dat maar weet. Ah, wel, ik ben eens gewoon horen, hè. Omdat dat er allemaal in elkaar zit. Jongen. Kom binnen. Laat ons eventjes alleen. Alsjeblieft. Jenny, jij moet echt wel rusten, hè? Ik laat hem rusten. Ah, want gedronken of niet, dat kan nog altijd een hersenschudding zijn. Ja, ja. Ik weet wat ik moet doen. Als hij het niet verzorgt, kan hij daar blijvend hoofdpijn aan hebben. Ja, Valérie. Bedankt, Valérie. Bedankt allemaal. Jenneke. Marianne. Nee, Marianne. Jij bent ook bedankt. Dat je mij van die bende bemoeials verlost hebt. Met een vooroordelen altijd. Waarom geloven ze me nu niet alleen? Ik heb nog deze morgen tegen u gezegd. Jenny, ik drink niet meer. En, wel, en als ik dat zeg, dan is dat zo. Het is niet onlogisch hoe ze reageren, Dree. Nou, goed dat jij mij gelooft. Jij gelooft mij toch, Jenny? Ik zal een taxi bellen. Dan rijden we naar Tersmisse. Kunt u bij mij wel rusten? Hé, hey, Marianne. Kom eens zitten, kom. Jenny kan dat best alleen aan, hoor. Ik maak mij ongerust over Dree. Is toch niet meer normaal, gelijk als die tegen mij tekeer ging? Nee, allerminst. Gelooft jij hem? Ik wil hem geloven, ja. Ah, maar je hebt het er moeilijk mee, hè. Allee, Dree mag veel zeggen, hè. En veel doen. Ik kan echt heel veel hebben. Maar als hij Jenny nog één keer pijn doet, hè, dan... Wat dan? Ik weet het niet. Dan gooi ik hem buiten. Allee, maar Jan, kom eens zitten. Kom, alsjeblieft. Alsjeblieft. We gaan
het succes van onze antieke aankoop vandaag toch niet laten vergallen door die. We gingen vieren, weet je nog? Ja, het is waar. Hier, drink. Ja. En nog eens bedankt trouwens dat je me financieel wou bijspringen. Zeg, die boer, die kende de prijzen op het spel. Ja. Hij vroeg verdorie het dubbele van in het begin. Nou, dat zal eens rondgehoord hebben, zeker. Ja. Maar dan nog blijft het een schitterende zaak. Alleen die tafel en die stoelen, Louis XIV, die verkoop ik op zijn minst voor dubbel. Misschien zelfs meer. Ja, wel, ik hoop het. Maar ik wil nog iets terugzien van mijn investering, hè. Hey, vertrouwt jij me niet? Maar jawel, helemaal. Oh. Maar alleen... Alleen wat? Maar ja, alleen vroeg ik me af hoe het komt dat jij dat geld niet zelf bij elkaar hebt. Allee. Een goeie avond. Ja? Ja, ik blijf niet lang. Ze mogen rustig direct weg. Kijk, kom binnen, jong. Goed even zitten. Moet jij aan de cirkel? Is er nog eentje over? Nee, merci. Maar we zaten wel midden in een familiekwestie. Schattig, ik ga mijn eigen daar niet mee moeizen. Hè. Ik kom voor uw broekenissen, de Christophe, die zegt tegen mij, kom binnen, kom ik binnen. Ik kan dat toch ook niet aan doen? Ja. Van onze Christophe? Ja. Ja, ik had de Frank gevraagd om mee te checken. Het is in verband met een nieuw job. Een nieuw job? Oh, en een job over Canada? Ah, ik heb mijn ontslag nog niet gegeven, hè. Oh, wat heb je... Zeg. Het is toch weer niks loes, hè? Loes? Wat zou er een loes aan zijn? Ja, dat zou de eerste keer zijn dat je het in het zwart probeert te organiseren. Hé. Het is niet in het zwart, oké? Maar je wordt er wel rijk van, hè? Amai. Christophe, we worden curieus. Allee, kom, laat dat zien. Kom. Zie je, hè? Het is eigenlijk heel simpel. Oh, dat is goed, dat heeft hem graag. Veel moeten niet doen, hè? Die zegt iets voor onze Christophe. Het enige dat je moet doen, dat is dat formulierje hier invullen, dat ondertekenen, dat terugsturen. En met kismis zitten we tussen de mosselen. Allee. Nee, hè. Je gaat mij niet liggen hebben, hè, Mo. Ja, jij wel, gewoon. Ja, dat is een afspraak, of niet? Ah, ja, maar goh, ik had u niet meer terugverwacht. Ah, ja. Ik heb eigenlijk ontzeten... Wat? Ja, maar nee, heb je Dre gevonden? Nou, en hoe zeg. Het is een heel vreemd verhaal. Ik hoop dat het allemaal goed afloopt. Ja, maar zodra dat kan, zal ik café sluiten. Dan kun je het mij allemaal rustig vertellen. Hè? Ja. Chef, Alex. Ja. Is het alsjeblieft? Ah, jongens. Waar, alsjeblieft. Oh, Simon, wij gaan hier nog dikwijls kunnen komen eten. Hoe meer dat je komt, hoe duurder dat wordt. Ik vind dat spijtig. Spijtig dat dat al gedaan is. Ik heb er nogal mee moeten lachen. Zijn. En jij kunt gewoon lachen. Ik hoor je graag lachen. Je hebt een schone lach. Maar... Een hele schoon. Oh, top. Ik heb nog nooit iemand zo schoon horen lachen. Ah, wel. Ik hoop dat jij toch dikwijls 5000 frank krijgt zo van een of andere kwiet en dat je dat dan weer aan mij uitgeeft. Is het goed? Ja, maar dan zal ik... Simon, ik... Wat? Ik moet je nog iets zeggen. Wat? Merci. Hij is getrouwd. Hij heeft 10 kinderen. En je zegt je... Maar ik vind dat niet erg, Mo. Ik vind dat niet erg. Als ze het ook niet erg vinden, vind ik dat ook niet erg. Kom maar. Wat is dat nou weer? Niet meer dat denk ik. Wacht, Simon. Simon. Heb ik iets gemist? Oh nee, ik heb geen niks gemist. Ik heb u gemist. Het is niet altijd gemakkelijk om aan liquide fondsen te geraken. Dat is mijn probleem soms. Nou, al mijn kapitaal zit in roerend goed. En alleen als ik echt iets verkocht krijg, dan heb ik cash geld in hand. Ja. Ja, maar dat snap ik nu ook nog wel, hè. Heb je dan niks verkocht de laatste tijd? Jawel. Maar niet genoeg? Oh. Jean-Pierre. Als ik niet was meegegaan... Als ik u niet financieel had bijgesprongen, dan stonden uw 78 stukken Louis XIV nog altijd in die schuur, hè, bij die boer. Ja, ik weet het. Jawel dan. Heb je dan tegenslag gehad of zo?
een zaak die niet gelopen is zoals je het gehoopt had. Ja, sorry, Jean-Pierre, ik weet dat jij denkt dat ik weer de verkeerde vragen stel, maar ik steek er toch maar mijn geld in, hè? Ik dacht dat wij vandaag gingen vieren. Je bent altijd met uw werk bezig. Ik zie u bijna nooit. Nee, dat is waar. En als ik u dan eens zie, dan is het precies of ik ben er alleen maar om u te helpen. Maar dat is toch niet waar? Ik zou op den duur nog gaan denken dat je er niks van kent. Zeg, alsjeblieft. Naar hoeveel nonsens moet ik hier nog zitten luisteren? Omdat je een beetje een gokker bent, hè? Ah ja, en als je gokt, kan het serieus tegenslaan, hoor. Dat kan zijn, ja. Als je gokt, dan weet je dat vroeg of laat tegenslaat. Maar ik weet wat ik doe. En dan moet ik u maar vertrouwen. Ja? Gelijk als Jenny Dree moet vertrouwen. Dat is een slag onder de gordel, Marian. Goed tussen de mosselen. Hij gaat toch niet varen, zeker? Op een booreiland, dat hangt toch vol mosselen? Mag ik dat eens zien, Christophe, dat papier? Ja, ze beatpikes zijn ermee bezig. Zeg, hij gaat dat toch niet doen, zeker? Ik ben erover ontdenken, hè? Meer niet. Ja, maar als je met Kerstmis al weg zit, dan kun je niet lang nadenken, hè? Christophe, jij gaat ons toch niet in de steek laten? Eva, je moet nog niet beginnen blijten. Ja, maar nee, maar nu, just nu. Nu, op het moment dat wij het zo moeilijk hebben. Maar ik ben toch nog niet weg? Nee, maar je denkt er wel serieus over na. En ga, Frank. Natuurlijk, dat. Ik kan er in een week meer verdienen dan dat ik een maand voor onze Luc mijn kloten moet afdraaien. Ik denk er serieus aan om dat ook te doen, zo. Hoe, en Simon dan? Oh, Simon, dat komt hem eens niet meer goed, Simon. Toch niet direct. Misschien binnen een maand of vier jaar, als ik terugkom, gelijk een oude shake. Dat ze me dan terug zien staan, dat weet ik niet. Huh? Verdient dat zo goed, hè? Amai, het zal nog niet. Want dat is gevaarlijk, zo'n booreiland, dat je daar afvalt. Amai. En dan vier maanden van huis en alles. Dus daarmee dat ze niemand niet vinden, hè? En vier maanden tussen de venten, hè? Hey. Nou zo, en toch gaar je? Nou, misschien. Hoogstwaarschijnlijk wel. Christophe, dat kun je dat toch niet doen, hè? Oh. Mij klinkt dat goed. Maar hé, vier maanden, dat is niet te lang. En vier maanden van hele gezag vanaf, het zal me deugd doen. Als je nog zo'n paar slagen wilt uitdelen, het is wel het moment, hè? Nee. Als je zelf nog wat lager wilt vallen. Sorry, hè, Jean-Pierre. Het is niet mijn bedoeling om de avond te bederven. Nee, maar het is toch wel eens gelukt. Zo ben ik nu eenmaal. Ik ben nieuwsgierig. Dat is mijn aard. Ik kan daar niks aan doen. Ah, en daarmee is alles gezegd, verklaard en opgelost. Dat is makkelijk, hè? Dat is heel makkelijk. Ja. Nee. Maar als ik ergens geld insteek, en dan heb ik het niet over 20 of 100 of 1000 frank, zelfs niet over 100.000 frank, maar over kort bij het miljoen, wel, dan word ik nieuwsgierig, zeg. Ja. Ah, ja. En wantrouwig. Nee, ik vertrouw u wel. Alleen vraag ik mij af of ik er wel goed aan gedaan heb om zoveel geld uit te geven. Ja, wat is het verschil? Jean-Pierre, het is toch maar normaal dat ik mij die vraag stel? Jij leeft goed, je kijkt op geen frank. Maar ik ook niet, ik geef toe. Daar gaat het een ander niet over. Maar als er zich zo'n belangrijke kans voordoet, hè, dat jij dan opeens problemen hebt met cash, geef toe. Omdat meer dan de helft van wat ik verdien naar Marie gaat. Doet het nog zeer? Een beetje. Iets drinken? Een glas water misschien, mijn aspirintje. Of bedoelt je iets anders? Wat bedoelde jij? Marian, Jean-Pierre en Valérie zijn niet de enigen, hè, om te twijfelen aan mijn verhaal. Het is inderdaad moeilijk te geloven, uw verhaal. En toch is het waar. Ik ben gevallen. Hoe onwaarschijnlijk het ook mogen klinken, maar zo is het gebeurd. Als ik nu dronken was geweest, ja, dan zou alles veel logischer zijn natuurlijk. Hè. En veel gemakkelijker voor iedereen om het te geloven. Maar wie gelooft er nu een alcoholieker? Jenny, ik ga het u voor de laatste keer vragen. En als het nee is, dan zult u van mij geen last meer hebben op gelijk welke manier. Dus ik vraag het u voor de allerlaatste keer. Wilt gij met mij trouwen?